De ballen liggen klaar en dat betekent dat iedere speler vanaf nu, die aan de beurt is, 10 ballen de kans heeft om ze op de lat te schieten. Hoe meer ballen op de lat, hoe hoger de eindscore in de RKC Today Crossbar Challenge. En de allereerste speler, die staat hier eigenlijk al naast me. Roel van der Zanden. Hi, hoe is het? Goed. Hoeveel ballen denk je dat je gaat raken op de lat? Ik ga voor 5. 5? Ja. Onze Roel die zet hoog in. Je moet een beetje de lat hoog leggen. Ja, de lat hoog leggen, ja, deze. Ja. Heb je tactiek? Heb je een techniek voor jezelf? De tactiek is de bal op de lat krijgen. Denk ik heel simpel bij dit spelletje. De techniek is denk, ja, is hoe verder de bal buiten het midden ligt, hoe schuiner je aanloop wordt. En de ene trapt er misschien iets meer met de binnenkant, de andere iets meer met de vreef. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel. Staat erop, hoor. Wacht even. Ik zit in de flow nou. Ja, maar wacht even. Wat doe je? Haal me er niet uit. Wat doe je? Haal me er niet uit. 2! Ja. Uit 2! Ja. Ho, Roel, wat gaat hier fout? Ja, jouw interventie net, hè? Dat denk ik dat daar ligt. Je hebt toch even uit concentratie gehaald en dan mis je snel de 2 balletjes. Probeer jezelf heel even te herpakken. Ik ga me weer even focussen. Oké, kom maar. Oeh, dat is een goede bal. Ja, dat is geen 5, je had de lat ook al hoog gelegd, zeg je. Maar netjes man, 3. Ja, ja, redelijk tevreden. Misschien was 5 een beetje opportunistisch, maar 3 ballen. Maximaal uit jezelf. 2 zaten er al heel dichtbij, dus ik denk dat de 3 redelijk begin is. We gaan je op bord schrijven. Doen we. Daisy, het scorebord van de Crossbar Challenge. Daar gaat het om, hè? Zeker. Kijk eens, het zou je niet verrassen. Ja. Ja, nummer 1. Ze moeten er maar overheen komen, hè? Ja, dat bedoel ik. 3 balletjes raak. 3, hè, zeg je. Nou, dan zal dat er maar achter hangen dan. Wie kan hier nooit overheen volgens jou? Nou, ik denk dat we wel 1 speler in de selectie hebben die hier zeker niet overheen gaat. En die nomineer ik maar, want ik wil zo lang mogelijk op de eerste plek blijven. Dat bedoel ik. Dat wordt Jiggly en Deffe, onze rechtsback. En die gaat er zeker geen 3 halen, daar ben ik van overtuigd. Volgende keer in de Crossbar Challenge, Jiggly.